Welkom terug aan boord van Trista 22 Doeltje Bellen. Vijf bootjes hebben zich met gestreken mast verzameld in de Stevinsluizen om naar buiten te schutten van het zoet naar het zout. De temperaturen zijn arctisch, maar voornamelijk door het enorme vocht, de dagenlange mist die de brug in de A7 noopte niet te draaien. Vandaar alle bootjes met gestreken masten. U ziet daar Costa Batir. Costa Sylt. Zaandam. We zijn wel een meter gestegen. Koos de Olle. Verse opstapper. Altijd prettig, Captain Chris aan boord. En Koos de Zandloper. Met een vermaarde penningmeester. En natuurlijk, uw Drifter 22. Uw vliegende reporter, Doeltje Bellen. Het lijkt wat saai. Maar vergeleken bij twee dagen mist met 50 meter zicht is het nogal een enerverend moment voor het 21ste TWW, het traditionele Waddenweekend. We hebben nog rood, maar als u kunt zien, we zitten bijna op level met het afgaande water van het onvolgrezen boot. Even naar de haven. Ik hoop dat de sluismeester tijdig meewerkt aan deze opname. Door de deuren te draaien op een moment dat altijd de vrees de zeeman om het hart slaat. En dat is dit moment. De deur openen. Het zoute vat ligt daar. In een koelte. Niet vaak geëvenaard. Dit was Trista 22 Doeltje Bellen. Trista 22 Doeltje Bellen. Uit.